Het is een hele speciale gebeurtenis vandaag en we zijn allemaal heel blij. En in de eerste plaats moet ik eigenlijk onze God dankzeggen, de Almachtige, voor alle deuren die Hij geopend heeft. Want vorig jaar is de noodkreet uitgegaan vanuit de neonatologie over hoe miserabel de zorg was. En Sint Vincentius zat ook in een diep dal en we waren al tijden bezig om te kijken hoe gaan we aan nieuwe couveuses komen. Na die noodkreet is er hulp gekomen, zijn er harten bewogen en is er gegeven en veel gegeven. En een van de zusters zei vanmorgen nog, God heeft onze gebeden verhoord. God moeten we vragen om al deze bijzondere mensen te zegenen. Sorry dat ik een beetje ontroerd ben, maar het raakte mijn hart toen ze dat zei. Dat onze gebeden gehoord zijn. En dat er veel gegeven is. En dat we langzaam kruipen uit het dal. En we hebben refurbished couveuses gehad in juni. En in augustus hebben we weer een aantal gehad. In februari ook weer. Hebben we een aantal gehad die naar de verschillende ziekenhuizen gegaan is. Ik kan me niet heugen wanneer er voor het laatst een nieuwe koffier gedoneerd is of aangeschaft is. Dus het is heel bijzonder vandaag. En dat er ook is gevraagd, laat God deze bijzondere mensen zegenen die zoveel gegeven hebben en die ons blijven ondersteunen. Het is echt het begin van de zwakke, jonge, vroeggeboren baby'tjes en zieke baby'tjes. Een basiszorgbehoefte voor elke couveuse afdeling, neonatologie afdeling, om deze baby'tjes in een goed beschermde omgeving op te kunnen vangen, waar ze goed geobserveerd kunnen worden, waar ze lekker kunnen gaan groeien, waar we op tijd kunnen zien, hier is een probleem, nu moeten we ingrijpen. Het is echt een basisbehoefte waarin er nu is voorzien. En we zijn als kinderafdeling en directie en kinderartsen heel erg dankbaar voor mensen die zo gegeven hebben dat we vandaag deze bijzondere dag hebben en deze nieuwe couveuse in ontvangst mogen nemen. Thank you, thank you, thank you. Als je topklinische zorg wil leveren, dan is er één voorwaarde dat de basiszorg goed moet zijn. Want vroeg of laat komen allemaal bij de basiszorg terecht. En mijn aandacht ging daar uit naar de geboortezorg. Want ik heb gevraagd en onze buurvrouw is ook kinderarts, neonatoloog. Dus je praat met iedereen. Ik denk, nou, daar moet ik mijn aandacht op richten. Vervolgens kreeg ik contact met de heer Hindori. En begon het idee te groeien. Want ik moest natuurlijk in Nederland, ja, mij wil doneren. Maar het moet wel een solide casus zijn. Zo bouw je de zaak op. En uiteindelijk ben ik dus uitgekomen bij geboortezorg. Bij de kinderafdeling. En een couveuse. Nou, dan is de vraag natuurlijk, waarom, aan wie moet ik het schenken, waar? Nou, ik heb een natuurlijke band met Suriname. Ja, maar welk ziekenhuis? Nou, het Vincennes ziekenhuis, want hier ben ik geboren. Dus toen was het voor mij duidelijk, we gaan een couveuse schenken aan het Sint Vincentius ziekenhuis. En na een officieel verzoek, want aan iedereen, was ik overdonderd door de massale steun en wat ik gekregen heb. Men heeft gedoneerd kleine bedragen, sommige hele grote bedragen, ook de medische staf. En ik wilde een brand nieuwe couveuse hebben, want zo werken we in Isla. Als het gaat om complexe behandeling, dan heb je gewoon nieuwe dingen nodig. En die dingen die gaan dan zoveel jaren mee. Nou, en toen was het geboren, het wordt Dreken en we gaan het schenken aan het Sint Vincentius ziekenhuis. Ik ben heel dankbaar voor dat ik hier sta namens de vele donateurs. Wij zullen hen ook, zoals het hoort, goed inlichten en bedanken voor het feit dat dit heeft mogen gebeuren. En ik hoop dat met de couveuse vele jonge kindjes uit de moeilijke fase kunnen worden gehaald. Want we willen allemaal gezonde kinderen hebben, maar daar moet je wel wat voor doen. Dat komt niet altijd vanzelf. En ik hoop dus dat deze couveuse heel lang meegaat, dat de kinderartsen en het ziekenhuis daar heel veel gebruik van maken. En ik hoop ook uiteindelijk dat als er wat media aandacht is, dat mensen worden getriggerd om ook hierover na te denken.
En dat zou geweldig zijn. Want ik vind nogmaals, de basiszorg is ontzettend belangrijk. Daarna kun je bouwen naar de meer hoge technologische zorg.